Ja, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed gevulde zaal en ik denk ook ja, met een reden. Ik denk de afgelopen weken wordt het onderwerp komt steeds meer en meer terug. Er zijn natuurlijk verkiezingen. We zien dat de extreemrechts door heel Europa sterker wordt. En wat ik ook wil doen in deze bijeenkomst is aan de ene kant iets meer vertellen over het Europese project. Van hoe moeten we kijken naar de Europese Unie? En aan de andere kant iets zeggen van hoe zien we die opkomst van extreem rechts? Hoe verhoudt extreem rechts zich tot de Europese Unie? En wat betekent dat, dat voor ons? Ik denk dat we in het Europese parlement een verschuiving verder naar extreem rechts zullen zien. Tegelijkertijd zien we dat in meer en meer landen extreem rechts ook in een positie van macht komt. We hebben het ook al veel langer. Orbán in Hongarije, maar ook Meloni in Italië. We hebben nu Wilders of nou ja, Schoof in Nederland. En ook je ziet dat in Frankrijk de partij van Le Pen ook heel erg sterk staat in de peilingen. In Duitsland, AfD, ook gewoon een hele grote extreemrechtse partij. Dus het brengt heel erg de vraag op van ja, hoe gaat extreemrechts verder? Hoe verhouden ze zich tot de EU? En ook op links bestaan er best wel verschillende meningen ook over het Europese project. Over het algemeen wordt de EU toch als een soort van bolwerk gezien tegenover extreemrechts. Een project dat waarden als democratie en mensenrechten zou verdedigen. Dus ik wil op beide ingaan. Ik wil beginnen met de geschiedenis. De Europese samenwerking komt voort uit de verschrikkingen uit de Holocaust, de Tweede Wereldoorlog. Maar op een andere manier dan denk ik normaal gesproken gezien wordt. Namelijk de Europese samenwerking die zich in eerste instantie richtte op belangrijke sectoren kolen en staal. Was een manier voor de grote bedrijven in met name Frankrijk en Duitsland om te kunnen groeien zonder dat dit tot weer grote vernietigende oorlogen zouden leiden. Dus samenwerking op die sectoren op Europees niveau zou een voorwaarde moeten zijn voor de uitbreiding van grote bedrijven zonder dat de oorlog aan te pas moest komen. Dit gebeurde in een context van dat de links-communisten in Europa een sterkere basis hadden na de Tweede Wereldoorlog en dat er vanuit de Verenigde Staten heel erg angstvallig werd gekeken naar hoe de Europese verhoudingen zich zouden ontwikkelen. Dus vanuit de VS is de Europese samenwerking ook in het begin met heel veel geld en kapitaal gesteund, omdat Amerikaanse bedrijven ook noodzaak hebben tot afzetmarkten en op die manier ook wilden voorkomen dat Europese landen in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie terecht zouden komen. Dus in het begin van het project gingen die twee heel erg samen. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat dit niet op een ging over vrede als zodanig. Frankrijk, een van de oprichters van de EGKS, had op dat moment nog allerlei kolonies. Heeft in de jaren 60 pas na een gigantische bevrijdingsstrijd van de Algerijnen daar afstand van moeten doen. Maar die vrede op het Europese continent was voor de landen in de kern van Europa juist een voorwaarde om op een assertievere manier naar buiten toe op het wereldvlak op te treden. De Europese samenwerking heeft zich in de decennia daarna heel erg ontwikkeld en uitgebreid, zowel als het gaat over de staten die onderdeel werden van de Europese samenwerking, als op de gebieden waarop samenwerking plaatsvond. Er werd een stap gemaakt in de jaren 70 richting een gemeenschappelijke markt, een douane-unie, waardoor bedrijven ook makkelijker goederen naar andere landen konden exporteren en dat bedrijven ook makkelijker zodanig konden groeien dat ze ook op het wereldtoneel ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven ook meer een concurrentiepositie op konden nemen. In de jaren 70 is daar ook het Europees Parlement aan toegevoegd aan die hele constellatie van Europese instellingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat dat hele Europees Parlement is helemaal niet heeft helemaal niet zoveel te zeggen. Hè? Het heeft niet dezelfde positie bijvoorbeeld zelfs als het Nederlands parlement, wat op zichzelf democratisch gezien ook heel beperkt is. Maar het Europees Parlement heeft bijvoorbeeld niet het recht om initiatieven te nemen voor wetten. Ze komen pas in de picture op het moment dat de Europese Commissie
Een commissie die helemaal onverkozen is. En de Europese Raad, waarin de vertegenwoordigers van ministers van verschillende landen zitten. Nadat die iets hebben besloten, dan kan vervolgens het Europese parlement die kan een beetje daar kleine aanpassingen op maken. Maar de grote lijnen worden altijd gelegd door die helemaal ondemocratische instellingen. Onder druk van de bewegingen in de jaren 60, 70 kwamen er ook meer ideeën op over de manier waarop Europa zou kunnen functioneren om een soort van draai naar links te maken. Dat was met name prominent op het moment dat in Frankrijk begin jaren 80 er een linkse premier was en werd gekozen met allerlei linkse verkiezingsbeloftes. Die vervolgens werd geconfronteerd met kapitaalvlucht, gigantische repressie vanuit het bedrijfsleven. En vervolgens de conclusie trok van we kunnen niet in Frankrijk links beleid voeren, we hebben juist een links Europa nodig. Dat was het idee van een sociaal Europa dat door de sociaaldemocraat Jacques Delors heel erg gepusht werd in de jaren 80. Maar dat is iets wat steeds verder een soort van illusie bleek voor links. Dat eigenlijk dat meer een soort van schaamlab was voor de verdere expansie en ook de neoliberale draai in Europa, dan dat het daadwerkelijk een draai naar links zou zijn. Ik denk een heel belangrijk element in de ontwikkeling van de Europese Unie is de vorming van de Monetaire Unie geweest. De keuze om toe te werken en uiteindelijk ook de euro in te stellen. Daar zaten vanuit de verschillende staten en het bedrijfsleven zaten verschillende ideeën achter die euro. Die euro was een manier om werkende mensen in verschillende landen op een directere manier tegen elkaar uit te spelen en op die manier de arbeidskosten in verschillende landen naar beneden te drijven. Het was ook een manier om te proberen een soort van meer een concurrent te vormen ten opzichte van de dollar als een soort van wereldmunt. En het was vooral voor Duitsland een manier om haar eigen bedrijfsleven verder te vergroten en ook verder te vergroten ten koste van het bedrijfsleven in de meer periferele staten van de Europese Unie. De ontwikkeling van die monetaire unie heeft de ontwikkeling van de Europese Unie ook steeds verder uiteengedreven. We zagen dat in 2008 op het moment dat de financiële crisis begon. En waar het in de VS een discussie was over falende banken, wist het kapitaal dat in Europa heel snel te draaien richting de discussie over zogenaamd falende staten en staten die een te hoge staatsschuld zouden hebben. Dus er werd gespeculeerd op die staatsschuld en op die manier probeerden ze de zuidelijke staten met name te dwingen om heel hard bezuinigingsbeleid in te voeren. Dit is ook iets waar de Nederlandse staat een belangrijke rol in speelde samen met Duitsland. Jullie herinneren je misschien Dijsselbloem die als de PvdA minister van Financiën samen met de Duitsers met Schäuble optrok om de Griekse arbeidersklasse de nek om te draaien. En dat ook deed met allerlei retoriek die deed alsof de inwoners van de zuidelijke staten er zelf om gevraagd hadden. Hè. Racistische termen als dat van knoflooklanden. Dijsselbloem zei iets van mensen in het zuiden die geven dat alleen maar uit aan drank en vrouwen of iets dergelijks. Dus dat laat ook een soort van tegenstelling zien en een soort van de relatie tussen de kern van Europa, landen zoals Nederland, Duitsland en mindere mate Frankrijk en de zuidelijke staten. Dit heeft heel erg die tegenstellingen binnen de Europese Unie ook blootgelegd, maar dit werd wel met heel veel geweld en heel veel druk afgedwongen dat het bezuinigingsbeleid in zuidelijke landen werd uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we de afgelopen decennia ook, en ik denk dat dit ook een van de, ik denk die monetaire unie is dus deels, denk ik, een van de basis van waarop bezuinigingsbeleid is doorgevoerd, mensen tegen elkaar uit worden gespeeld, en wat ook een voedingsbodem heeft gecreëerd voor extreemrechts, die gigantische verarming en de flexibilisering, de uitholling van publieke voorzieningen. Een ander element in die
normalisering of opkomst van extreemrechts is denk ik ook het Europese grensbeleid geweest. De afgelopen decennia is Frontex uitgegroeid van een heel kleine organisatie tot een organisatie die meer dan 10.000 bewapende grenswachten heeft ingeschakeld. Er zijn duizenden mensen ieder jaar die proberen de Europese grenzen te bereiken, die verdrinken of sterven aan de grens. Of zelfs actief vermoord worden. Dat is een hele brute dynamiek van steeds verdere militarisering, waardoor het steeds lastiger wordt Europa te bereiken en waardoor ook de prijs die mensen daarvoor moeten betalen steeds hoger wordt. Je ziet dat de grenzen steeds verder verlegd worden. Dus dat wordt samengewerkt met allerlei dictaturen steeds verder weg van de Europese Unie om vluchtelingen maar tegen te houden. En in sommige gevallen wordt er ook heel veel geweld bij gebruikt direct. Ik weet niet of jullie het voorbeeld nog herinneren van Melilla, wat een Spaanse kolonie is in Marokko, waar vluchtelingen probeerden Spaans grondgebied op te komen. En door de Spaanse staat gesteunde grenswachten 37 vluchtelingen vermoorden. Die probeerden dat hek over te klimmen. Dus dat geeft je een beeld van soort van het racisme, het geweld waarmee de Europese Unie verdedigd wordt. En waarmee dus ook de retoriek van extreemrechts en het project van extreemrechts gelegitimeerd wordt. In de woorden van de Spaanse commissaris en de sociaaldemocraat Josep Borrell, die vergeleek het met we moeten de tuin van Europa moeten we verdedigen tegenover de jungle van buiten. Daarnaast denk ik wat we de afgelopen jaren heel erg zien, met name vanwege de invasie van Oekraïne, is ook een militarisering van het Europese project. Dat op het moment vindt dat nog grotendeels plaats onder de NAVO, dus meer onder Amerikaanse leiding. Maar juist doordat de VS steeds meer een nationalistische koers vaart, komt ook die vraag in Europa op van moeten we niet ook een eigen leger opbouwen. Wat de Europese staten zich veel meer in staat zouden doen stellen om veel directer in te grijpen in hun directe omgeving en met eigen legers in te kunnen grijpen om bijvoorbeeld grondstoffen in verschillende Afrikaanse landen te verdedigen of te veroveren. Ik denk tegen deze achtergrond, dus een soort van het hele harde bezuinigingsbeleid, het racisme van het grensbeleid, dat we zien dat extreemrechts de afgelopen decennia een gigantische opmars bezig is. Ik bedoel, we staan aan de vooravond in Nederland van het meest rechtse kabinet sinds we werden bezet door de nazi's. En je ziet dit in heel veel verschillende landen plaatsvinden. Je ziet ook dat extreemrechts, ondanks dat ze profileren zichzelf als nationalisten, ook heel veel internationaal samenwerkt. Conferenties die ze onderling bezoeken, bijvoorbeeld vorige maand in Boedapest, waar Wilders spreekt naast Orbán, naast extreemrechtse republikeinen. Dus je ziet dat extreemrechts ook heel erg van elkaar aan het leren is en aan het kijken is van op welke vlakken kunnen we van elkaar leren om onze macht op te bouwen. En je ziet dat rond verschillende pilaren gebeurt. Ik denk racisme is daar het belangrijkste van. Waaromheen ze samenwerken. Ik denk dat je dat even goed, en dat is denk ik iets van de afgelopen jaren heel erg, wat meer tot de voorgrond komt, is gewoon de anti-LBT beweging en al het nepnieuws en alle manieren hoe ze proberen verworvenheden die met heel veel strijd ook in Nederland zijn afgedwongen om die weer terug te draaien. Maar je ziet ook dat extreemrechts over de klimaatcrisis bijvoorbeeld heel scherp een soort vanzelfde lijn heeft waar ze de klimaatcrisis ontkennen. Dus dit brengt extreemrechts internationaal heel erg samen. Tegelijkertijd zijn er ook dingen die extreemrechts uit elkaar drijven internationaal. Dit was duidelijk in een eerdere extreemrechtse fractie in het Europese parlement, dat de Italiaanse rechtsextremisten die moesten niks hebben van de Roemeense arbeidsmigranten. En vervolgens de Roemeense extreemrechtse partij die vertrok uit de fractie. Er zit natuurlijk ook een soort van tegengestelde posities in, omdat hun racisme zich ook
deels richt tegenover andere inwoners, of kan richten tegen andere inwoners van Europa. En ik denk een ander ding is dat de mate van normalisering van extreemrechts en fascistisch gedachtegoed is in verschillende landen anders. Kijk bijvoorbeeld nu in Duitsland het voorbeeld van de Europese lijsttrekker die een opmerking maakt over de SS. Dat waren toch eigenlijk gewoon boeren, die kun je niet allemaal crimineel noemen. Op die basis de AfD dus ook uit de fractie wordt gezet, Europees gezien. Omdat in andere landen dat nog echt taboe onderwerpen zijn. Maar ik denk niet dat we ons daar te veel aan moeten optrekken uit dit soort voorbeelden. Omdat de hele tendens juist is dat dit soort ideeën over het normaliseren van racisme, fascisme, juist allemaal dezelfde kant op bewegen. En dat het vroeger of later juist veel meer ook samenkomt. Eerder had extreem rechts heel erg een positie tegen de Europese Unie. Als een soort van vanuit een vertrekpunt van nationalisme. Waar ze in ons geval de PVV zich uitspreekt voor een exit uit de Europese Unie. Dat was ook de leidende kracht achter de Brexit-campagne in Engeland natuurlijk. Een soort van nationalisme en de manier waarop dat werd afgezet tegen de Europese Unie. Maar ik denk dat je op een aantal vlakken ziet dat dit bij extreemrechts aan het verschuiven is. En ik denk dat dat komt doordat hun macht groter wordt. En doordat hun macht groter wordt, zijn ze meer in staat het Europese project naar hun hand te zetten. En dat zie je op tal van niveaus. Ik bedoel, het grensbeleid is natuurlijk één voorbeeld. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over biodiversiteit, klimaat, zie je dat er vanuit de Europese Unie nog amper echt beleid komt dat daadwerkelijk tanden heeft of lidstaten verplicht ingrijpen. En je ziet ook dus dat de positie van extreemrechts verandert. Meloni is daar een belangrijk voorbeeld van, die in Italië nu 2 jaar premier is, die ook gewoon een pro-EU standpunt heeft. Wilders, die 2 weken geleden ook zegt, maar wij zijn niet tegen de Europese Unie, maar we willen juist hervormingen binnen de Europese Unie afdwingen. Hij vergeleek de Europese Unie met een soort van olietanker. En extreemrechts moet juist proberen die olietanker op een goede koers te zetten. Dus je ziet juist dat extreemrechts heeft natuurlijk geen fundamenteel probleem met of het nou is het hele harde bezuinigingsbeleid of met het brute grensbeleid en het geweld, het racisme waar dat mee gepaard gaat. Dus er zijn heel veel punten waarop extreemrechts juist raakpunten heeft en overeenkomsten met het Europees project. Tot slot, ik denk over de vraag van wat betekent dit voor ons. Deze soort van aan de ene kant een heel erg een imperialistisch project, de Europese Unie, dat steeds harder wordt en met meer succes neoliberaal beleid probeert door te voeren in lidstaten. En aan de andere kant deze opkomst van extreemrechts. En ik denk dat er 2 dingen zijn die voor ons als links daarbij belangrijk zijn. Het eerste is dat we antifascistische bewegingen op moeten bouwen overal. En dat we daarbij ook proberen meer contact te zoeken met bewegingen in andere landen. Proberen van elkaar te leren hoe zij zich organiseren. Op eenzelfde manier waarop extreem rechts dat doet, moeten we op links ook ons organiseren. En wat dat betreft, we staan aan de vooravond van een extreemrechts kabinet, hebben we best wel een opdracht om een antifascistische beweging te bouwen die het verzet tegen het kabinet kan voeren en die de verschillende groepen die door extreemrechts wordt aangevallen, de klimaatbeweging, migranten, LBT's, om die samen te brengen in een strijd tegen extreemrechts ook. En ik denk dat we daarvoor ook de structuren moeten aanspreken die eerder zijn opgebouwd als het gaat over deze sociale bewegingen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we antifascistische bewegingen bouwen. Daarnaast denk ik dat het voor links ook belangrijk is om helder te zijn hoe we naar de Europese Unie kijken. En dat we zien dat de strijd die we voeren tegen bezuinigingen, tegen de logica van het kapitalisme, ook een strijd is die tegen de logica van het Europese project gaat. Ik denk dat de opmars van extreemrechts nu is niet los te zien van de nederlagen van parlementair links de afgelopen 10 jaar op verschillende plekken als het gaat over het verzet tegen bezuinigingsbeleid.
Het land dat misschien het hardst werd geraakt door de Europese dwangbuis en de bezuinigingen was Griekenland. Griekenland was massaal verzet ook tegen de bezuinigingen, meer dan 30 algemene stakingen. En op basis van dat massale verzet werd Syriza verkozen, een linkse partij. Maar eenmaal gekozen, eenmaal aan de macht, kozen ze ervoor om juist binnen die Europese Unie te blijven en te opereren. En daarmee maakten ze zichzelf en hun eigen politieke programma met allerlei mooie voorstellen onmogelijk om te realiseren. De meerderheid van de Griekse bevolking die koos ervoor in een referendum om te zeggen wij willen geen verdere bezuinigingen. Vervolgens heeft de regering dat gebruikt om te zeggen van ja, maar we willen in de Europese Unie blijven, dus dan gaan we alsnog die bezuinigingen doorvoeren. En ik denk dat als we als socialisten consequent zijn in de strijd tegen bezuiniging, in de strijd tegen het kapitalisme, dat we dan vroeger of later ook geconfronteerd worden met de vraag hoe verhouden we ons tot de Europese Unie? En dat op dat moment we niet kunnen zeggen we blijven binnen dat project, omdat het is een dwangbuis voor neoliberaal beleid. Dat betekent niet dat we nu als links moeten zeggen wij zijn voor een exit van Nederland, omdat de basis ligt helemaal niet voor een soort van linkse breuk met het Europese project. Ik denk wel dat die basis er lag in Griekenland 10 jaar geleden, waar je een massale beweging had op straat. Maar een breuk met de Europese Unie zou moeten plaatsvinden, als die plaatsvindt, zou die moeten plaatsvinden op een basis waarin werkende mensen daadwerkelijk controle over de economie overnemen, de ministeries en ook over de banken, om te voorkomen dat een gigantische kapitaalvlucht plaatsvindt. En dat het een moment is dat juist de controle wordt genomen door werkende mensen, in plaats van dat het wordt overgelaten aan de onverkozen organen als de ECB en de Europese instituties om zoiets te managen. Dus ik denk dat we als links ons ook heel helder moeten uitspreken tegen de Europese Unie en niet moeten vallen in de valkuil waar toch ook hele delen van links vatbaar voor zijn om de Europese Unie te zien als een schild tegen extreem rechts. Ik denk dat het juist die opkomst van extreem rechts en de ontwikkeling van de Europese Unie twee kanten van dezelfde medaille zijn. En dus dat we ons daar ook allebei tegen moeten uitspreken. Dankjewel.